Na het slimste bedrijf van Nederland te zijn gekozen, is daar nog iets veranderd aan het bedrijf? Ja, want uiteindelijk, toen wij het slimste bedrijf zijn gekozen, is het een beetje zeg maar, begonnen op de engineeringsafdeling. En toen wij in één keer blijkbaar een titel hadden die heel bijzonder was, konden we ook binnen ons bedrijf, ja, wat eigenlijk dat als een soort van olievlek proberen uit te spreiden. Ook weer naar buiten toe, zeg maar, naar de regio. Hoe vaak mensen wel niet vragen van, god, wat bijzonder. En ik denk, ja, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo bijzonder. Ja, ze zeggen ook, ik heb er vandaag ook een paar keer gehoord van, hoe bijzonder is het? Ja, wij vinden onszelf helemaal niet slim. Het is ons maar zo overkomen, maar het gaat er juist om, hoe gaan we met elkaar om? En volgens mij is in de kern zoals iedereen dat zou willen. En wat is het geheim dan van Yazoo? De kreten die we hanteren, het gedragsbeleid is pret, hè? Dus positief, respect, enthousiasme en teamwork. Ja, gewoon ga een beetje op zoek naar wat het leuk maakt, ook in je leven, zeg maar. Probeer ook op het werk te doen. En je kunt je hele dagen chagrijnig voelen en allemaal op negatieve dingen focussen. Maar ja, privé doe je daar vaak ook niet. Ook niet als je bij een vereniging zit, hè? Bij een clubje, zorg dat je het leuk hebt met elkaar. Dat je, hè, voorbeelden genoeg ook hier, dat je een team moet vormen. Iedereen snapt dat bij het voetballen. Dus waarom op het werk niet? En zorg gewoon dat je, ja, dat je wedstrijd wint, dat je het leuk hebt samen. En als je verliest, och, als iemand een eigen goal maakt op televisie, dan krijgt hij niet een functioneringsgesprek of wat eruit gestuurd. Het is gewoon, hup, de arm eromheen, jongen, kom op en we gaan met z'n allen nog een goal extra maken. En die context, die sfeer, zeg maar, die probeer je gewoon te zoeken.